Zo Sven, gefeliciteerd man. 5-0 winnen, betrokken bij 3 goals. Hoe fijn was deze avond? Ja, super fijn natuurlijk. Ja, zeker. Na vorige week, toen maakte je debuut al tegen Volendam. Afgelopen dinsdag speelde je dan tegen FC Utrecht thuis. Nu deze wedstrijd. Hoe voel je het gaan vandaag? Ja, goed. Ik denk dat we goed begonnen. Na 10 minuten hadden we de wedstrijd echt... Na de goal eigenlijk hadden we de wedstrijd echt op slot zitten. De eerste 10 minuutjes waren we wat laat in de tweede ballen oppakken. Waardoor Excelsior wat vaker door kon voetballen. Maar na de goal is gewoon super bevrijdend. Ook een verhaal wat we vorige week en die week daarvoor hebben meegemaakt, dat hij net niet viel. En nu valt hij gewoon 1 keer en dat is super fijn. Ja, viel niet 1 keer, viel 5 keer. Ja. Dan alsnog natuurlijk voor jou. Je bent betrokken bij 3 goals. Weet jij wanneer de laatste speler is die in zijn eerste Eredivisie debuut bij AZ betrokken was bij 3 goals? Nee, dat durf ik niet te zeggen. Dan moeten we terug naar 2007. Arie, die scoorde toen ook in zijn debuut 2 doelpunten en gaf 1 assist. Jij ook. Zijn mooie cijfers. Ja, zijn zeker cijfers om trots op te zijn. Ja. Ben je ook nog eens man of the match? Hoe voelt dat? Ja, super fijn natuurlijk. Ja, het is altijd fijn om man of the match te zijn. Vooral bij zo'n mooie club als AZ, dus heel blij mee. Welke was de mooiste vanavond, als je dan toch over doelpunten? Ik denk de goal van Jesper. Ja. De bicycle kick? Ja, zeker weten. Ja. Wel jouw assist, hè? Ja, daarom. Dus daarom maakt hij hem extra mooi. Ja. Nu speel je in de eerste helft, maak je de 5-0. Wat zeg je dan in de rust tegen elkaar? Ja, natuurlijk doorgaan. Clean sheet, erg belangrijk. Voor het gevoel natuurlijk. En natuurlijk meer goals maken. Hongerig blijven voor de goal. Het was wel jammer dat niet lukte. Ik denk dat het gas een beetje eraf ging en dat was jammer. Maar we kunnen heel tevreden zijn. Je bent heel tevreden. Is er dan nog iets in die tweede helft dat je zegt van nou, we hadden het misschien nog eentje moeten maken of nog 2? Of zeg je van nou, we tekenen hem lekker en het is goed? Nee, we zijn natuurlijk altijd hongerig om nog meer goals te maken. Behalve al nog op de paal, net, 2 schoten net over. Mijn kans die er net niet in ging met het schot vanaf de 16. Dus ja, je bent wel op zoek naar goals. Alleen, ja, hij viel helaas niet, maar goed. Ja. Je bent nu een paar weken bij de club, een paar wedstrijden gespeeld inmiddels. Hoe voelt het op het middenveld zo, met al de jongens om je heen? Ja, super fijn. Jongens hebben ervaring, ze weten wat ze doen. Weet je, ik hoef me totaal geen zorgen maken omdat die jongens misschien rare dingen doen aan de bal. Ze weten wat ze doen en ja, inmiddels raak ik ook gewend aan hun kwaliteiten. Dus daar kan je ook op gaan spelen. En hun merken ook wat mijn kwaliteiten zijn. Dus die klik die komt er gewoon steeds meer in te zitten. En dat zie je ook. Klaas stuurt me natuurlijk een paar keer weg in de eerste helft. Tijani stuurt me in de tweede helft 2 à 3 keer weg. En, ja, dan kom je ook naar elkaar toe. En dan zeg je ook van, weet je, dat is jouw kwaliteit dus. En ja, dan ga je op elkaar inspelen. En dan gaat het denk ik alleen maar beter per wedstrijd. Zijn dat dan inderdaad de voorbeelden waarvan je bij elkaar merkt van oké, als ik dit doe, gaat hij dat doen en echt op die fiets? Ja, tuurlijk. Je hebt bepaalde ritmes in een elftal zitten, bepaalde loopacties die je afstemt met Pavlidis. En ja, in het begin was dat wat onwennig, maar langzamerhand raak ik daar steeds meer gewend aan de spelers om me heen ook. Dus dat gaat alleen maar beter en beter lopen. Volgende week een mooie wedstrijd, hè? Ja, zeker. Een hele mooie wedstrijd, ja.